Hoi, ik ben Robin van Robin Hoep en in deze video ga ik jullie laten zien hoe je je hoepel heel makkelijk in- en uitvouwt. Als je hem binnenkrijgt, dan zit hij heel mooi opgevouwen en als je goed kijkt, dan zie je dat er twee koppelstukjes in de hoepel zitten die kunnen draaien. Die koppelstukjes die blijven in eerste instantie bij elkaar, dus dan vouw ik de andere kant van de hoepel uit tot ik in de 8 ben. Kijk uit, want sommige hoepels willen uit zichzelf al openschieten, dat je niet een hoepel in je gezicht krijgt. Dan zijn de koppelstukjes dus nog bij elkaar. Dan trek ik deze ook uit elkaar. Dat kan best wel wat kracht kosten, want de hoepel is nog helemaal niet vaak in- en uitgevouwen. Dan heb ik dus een hoepel. Wat vaak gebeurt is als je met me meekijkt, dat er nog een bochtje, een golfje in de hoepel zit. Dan, als ik goed kijk, dan zie ik hier dat het koppelstukje niet recht op elkaar staat. Wat ik dan doe, dan ga ik tegendraaien. En als je je handen dicht bij het koppelstukje houdt, dan kost dat heel veel kracht. Als je handen ietsje verder houdt, dan gaat het over het algemeen iets makkelijker. Dus dan draai ik tegen, waardoor als ik weer kijk, dat het koppelstukje wel mooi recht op elkaar staat. Ik kijk natuurlijk ook even naar de andere kant, want die is ook nog niet helemaal recht. Dan draai ik die ook bij. En dan heb ik dus uiteindelijk een hele mooie rechte hoepel. Het kan zijn dat die nog niet helemaal rond is, want de hoepel heeft een tijdje opgevouwen gezeten natuurlijk. Je kan altijd een klein beetje shapen, zodat hij wel mooi in zijn ronde vorm komt. Je kan de hoepel zo vaak mogelijk in- en uitvouwen als je wil. Maar als je hem niet in hoeft te vouwen, adviseer ik eigenlijk altijd, laat hem lekker uitgevouwen. Dan kun je hem heel makkelijk pakken en dan is hij altijd in zijn mooie vorm. Maar nu natuurlijk weer het invouwen. Ik zet de koppelstukjes meestal voor mij neer. Eentje beneden op de vloer en eentje hierboven bij mijn handen. Je kunt eventueel, als je wil, de hoepel tegenhouden hieronder met je voet. Als ik in één keer naar beneden duw, dan gaat het natuurlijk niet goed. Dus dat gaan we niet doen. We gaan een beweging maken alsof je een vaatdoekje uitknijpt. Dus ik draai mijn ene hand weer naar voren en mijn andere hand naar achter. Dan voel ik al dat het koppelstukje gaat draaien. En dan gaat hij weer langzaam terug in die 8. En dan duw ik de koppelstukjes weer naar elkaar toe. Totdat ze bij elkaar zijn. En vanaf dat punt kan ik de hoepel weer dubbel vouwen tot een mooi pakketje. Nog een hele belangrijke tip. Als de zon schijnt, het blijft natuurlijk kunststof. Zorg ervoor dat de hoepel niet achter in je auto ligt, waar het bijvoorbeeld misschien wel 50 graden kan worden. Want dan kan het plastic wel echt zodanig warm worden dat hij vervormt en dat hij niet terug meer wil in zijn originele vorm. Dus kijk goed uit met zon. En als het kan, laat hem niet buiten staan of nat regenen. Want de tape kan een beetje viezig en plakkerig worden als hij nat wordt. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste tips die ik mee wil geven. Ik hoop dat het lukt met in- en uitvouwen. Kijk de video nog een paar keer heel goed. Zorg goed voor je hoepel en ga er heel veel plezier mee beleven. Tot de volgende!